nieuwe video. Vandaag gaan Sjoerd en ik een Q&A doen over vlot. Omdat we echt altijd ontzettend mega bizar veel vragen krijgen over vlot. Dus we dachten, we gaan nu gewoon een video erover maken. En gewoon alles vertellen, alle vragen beantwoorden. Je kon op ons Insta en op de vlot Insta account kon je vragen stellen. En we doen zo, en we hebben er heel veel. Ik heb er ook heel veel. Maar ik denk dat we vooral heel veel dezelfde hebben. Kent, wanneer kan ik mee? Om het zeg maar even duidelijk te maken. We kopen de kleding in, we ontwerpen het niet zelf. En daar krijgen we ook heel veel vragen over. Dat is echt niet normaal. We kopen het gewoon ergens in, wat we trouwens wel liever geheim houden. Omdat, ja, anders gaat iedereen daarin kopen. En dan blijkt hij niet meer echt uniek, denk ik. Niet dat wij extreem uniek zijn, maar ja, houden we gewoon liever geheim. Ja. Maar we kopen het dus in en ontwerpen het niet zelf. We zouden dat wel willen. Misschien maar in rond maart of zo komt er iets. Ja, maar we willen nu gewoon alles wat nu op de website staat. Op de website staat, hebben we dus niet zelf ontworpen. Dat jullie dat wel weten. Ja, en ik denk ook gewoon, als we zitten natuurlijk gewoon op school. We hebben buiten vlot ook nog een andere baan. Dus ik denk dat als je het zelf allemaal gaat ontwerpen, dat wordt gewoon heel veel. Je moet een leverancier zoeken en een fabriek en alles daaromheen. En ik denk dat dat gewoon best wel veel werkt als je nog op school zit, werken hebt, stage loopt en alles. Nou, de eerste vraag, wanneer komen er nieuwe kleren? Rond eind januari komt een nieuwe collectie online, toch? Ja! Hoe komen jullie op om een kledinglijn te beginnen? Nou, vertel jij maar. Oké, nou, we zaten op stage. Ik denk, het was rond oktober zoiets. Ja, midden oktober, ja. En Fleur zei ineens, Charge, echt uit het niets aan het eten in de pauze. En uit het niets aan Fleur eens, Charge, willen we een kledinglijn beginnen? Of kledingwebshop? En toen dacht ik eigenlijk echt meteen, ja, waarom niet? En toen, ja, ik weet niet hoe Fleur er ineens op kwam, maar Fleur is nogal spontaan. Ja, dus, ik weet niet eigenlijk. Ik wilde het al best wel lang, is dat toch gewoon dat je iets, iets voor jezelf wilt. En toen dacht ik, ja. En we zijn toch allemaal wel meer een beetje met kleding veel, dus. En dan de tweede vraag is meteen, hoe zijn jullie op de naam gekomen? Nou, we gingen toen meteen in de pauze, zeg maar, gingen we een beetje bedenken van, wat zou het zijn? En ja, toen, wij zijn natuurlijk Fleur en ik heet Charlotte. En je hebt de FL van Fleur en de Lot ook weer van jou. Dus toen dachten we Vlot en we dachten we doen ook twee T's, want dat staat toch wat mooier dan één T. Ja. En toen dacht Fleur, ja, maar Vlot alleen is een beetje kort. Dus toen dacht ze ook, we doen de lepel erbij. Vlot de lepel. Ja. Maar mensen noemen het eigenlijk vaak gewoon Vlot. Wij zeggen ook het wel Vlotje, zeggen we altijd. Ja, Vlotje. Ja, maar mensen ook vaak van, ja, is de jas van Vlot er nog? Of niet Vlot de lepel. Mensen zeggen gewoon automatisch wel Vlot. Maar het is wel gewoon, ja, het is wel leuk. Extra. En ik vind die dubbel T echt heel leuk. Ja, ik ook. Wat is jullie lievelingskledingstuk van jullie kledinglijn? Van haar, jongen. Dat is echt niet leuk. Je zit ook een beetje laag. Misschien moet jij gewoon op een kussen gaan zitten. Ik zou gewoon deze gaan zitten als ik jou je zit veel hoger. Oké, wacht even. Moet dit niet helemaal. Ja. Wat is jouw lieveling? Nou, bij mij was in het begin heel erg de flarebroek. Die wilde ik echt vanaf het begin al. En toen eigenlijk, toen ineens iedereen dat jurkje wilde, toen werd dat echt mijn favoriete item. Ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk. Want ik vind die geruite jas heel leuk. Ja, die is ook top. Die staat zo heel leuk. Daar hebben we er nog maar één van. Die vind ik wel heel erg leuk. Ja, sowieso wel het glitterjurkje. Ja. Die vond ik ook eigenlijk al gelijk wel heel leuk. En die truien vind ik gewoon heel chill. Mm-hmm. Die stof zit zo lekker. Ja, en die lekker. Al gewoon alles vinden we leuk eigenlijk. Mm. Ook heel veel mensen vroegen van, wat willen jullie nog verkopen? Ik zou heel graag, als dat lukt, ik ga niet alles spelen, maar heel graag zo'n blazer, weet je wel? Wat nu heel erg in is. Dat lijkt me heel gaaf. En dan een beetje van velvet of zo. Mm-hmm. Dat lijkt me echt gaaf. Mij lijkt het ook wel heel erg leuk. En ik wil ook sowieso van die leuke, kijk, festivals zijn nu gewoon echt het ding. Ja. En ik wil gewoon heel graag van die beltbags, weet je? Van die leuke tasjes en zo die iedereen al meeneemt naar festivals. Ja. Waar leuke festival outfitfoto's mee kan maken en zo. Ja. Wat hopen jullie te bereiken, liefst Kim? Ik ben echt super trots op jullie. Ga zo door, meiden. Nou, dankjewel. Ik dacht Kim Lee. Nee. Wat hopen jullie te bereiken? Een heel groot bereik met Insta, met ons vlot Insta en gewoon met de website zelf. Ja, dat zou ik echt heel vet vinden. Zeg maar net zoals bijvoorbeeld, iedereen kent Reinders. En het lijkt me gewoon heel leuk als iedereen je kent. Niet per se iedereen hoeft iets van je te hebben. Het zou wel heel leuk zijn als iedereen wat van vlot iets in zijn kledingkast heeft liggen. En ik zou het gewoon heel graag alles zelf willen ontwerpen. Ja. Of bijvoorbeeld dat mensen gewoon
dat ze zo groot worden, zeg maar, dat mensen gewoon het herkennen. Oh, dat is van Vlot. Ja. Dat lijkt me zo vet. Want bij Reiners zie je oh, dat is van Reiners. En misschien als we dan onze eigen, in maart onze eigen dingen hebben, dan mensen dat ook meteen. Ja. Oh, dat is van dat. Ja. Ja. En wat ik ook heel gaaf zou vinden, als we bijvoorbeeld nieuwe, dat we zeg maar zo groot zijn voor woorden, dat we gewoon in 10 minuten zijn uitverkocht of zo. Maar dat is wel heel ver. Net als Yeezys, weet je, die komen om 10 uur online en om 9:55 is alles weg. Ja, dat was echt heel vet. Dat mensen ons door gaan verkopen, maar dan verduurder, zeg maar. Oké, komen er nog meer collecties? Jazeker. We krijgen zoveel dezelfde vraag. Mm-hmm. Wat dragen jullie het liefst? Qua Vlot? Ik denk het wel, maar zo alleen wat dragen jullie het liefst? En van Vlot denk ik, zou ik toch die trui kiezen, want die trui zit zo lekker. Je hebt ook echt een truimens. Ja, die trui. Ik zou denken vooral in de zomer, of nou in de zomer, in de lenteachtig zomer, zou ik heel graag de jas willen dragen. Mm-hmm. Ja, die zo jas. Zo mooi. Ja. En ik vind dat doorzichtige glittertopje, ja, die vind ik ook heel mooi. En leren rokjes zijn ook altijd top. Ja. Dat kan met alles, kan met een trui, kan met een shirt, kan met alles. Ja. Eigenlijk gewoon weer anders. Gaan jullie ook sieraden doen? Ik krijg ook heel veel de vraag over. Maar voorlopig... Het is niet ons hoofdding of zo. Het is vooral kleding en we kunnen altijd nog dingen erbij doen. Kijk, nu hebben we natuurlijk geen sieraden. Maar dat komt gewoon omdat wij dat zelf misschien ook niet zo snel zouden kopen. Zeg maar... Ja. Wij vinden het leuker, denk ik, of althans ik, zeg maar van die grotere merken sieraden. En kopen minder bij van die kleine boutiques. Ja, precies. Want het is ook meer, weet je, tegenwoordig heb je zoveel dezelfde sieraden, webshops die allemaal dezelfde dingen hebben. En als je toch uniek wil blijven, moet je ook weer laten ontwerpen, weer naar andere landen om weer iets nieuws te ontdekken en dat soort dingen. Maar dat kost gewoon heel veel tijd. Dus voorlopig nog niet. Willen jullie dit echt een bedrijfje maken met een mis, misschien later een winkel of pop-up store? Dat lijkt mij in ieder geval heel erg vet. Ja, in Amsterdam. Ja, dat lijkt me echt heel die vet. Die straatjes, ja. Nee, dat ook lijkt wel. Me echt top. Net als zeg maar mijn jewelry bijvoorbeeld, die heeft overal kleine pandjes. Ik zou niet zeg maar, net zoals Daanem, echt een heel groot pand willen, maar juist allemaal van die kleine pandjes. Dat lijkt me wel het leukste. En dan vooral in Amsterdam lijkt me super vet. Ja. Moet wel heel tijd in Amsterdam, maar ja. Gaan we daar maar wonen. Gaat het samenwerken goed, BTW? Ja. Nou, in principe. Eigenlijk hebben wij best wel gewoon heel erg dezelfde smaak. Ja. En zeg maar, de dingen die ik leuk vind om te doen, die vindt Char minder leuk. En de dingen die Char leuk vindt om te doen, vind ik minder leuk. Ja. Dus daarom hebben we ook niet rustig van, maar dat wil ik doen. En dat wil ik doen. Dus. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel knap hoor. Dat we nog helemaal niet echt ruzie of zo erover hebben gehad. Ook met inkopen. Ja, niet. Precies. Ook geen discussie of iets. En stel bijvoorbeeld, ik vind iets leuks en Fleur vindt het minder leuk. Weet je, je moet ook gewoon gaan accepteren. Je kan de hele tijd gaan zeuren van nee. En door blijven zeuren erover. Maar dat heeft ook geen nut. Ja, en je moet natuurlijk gewoon ook kijken van, wij kunnen het wel leuk vinden. Maar als de rest van de wereld het niet leuk vindt, dan houdt het ook op. Ja, dat is best wel lastig. Omdat je best wel een grote doelgroep hebt. Moet je heel erg ook gaan kijken van, oké, wat vinden we bijvoorbeeld 18 jaar leuk, maar wat vind bijvoorbeeld ook meisjes van 14 leuk. Ja. Dus ja, het samenwerken gaat heel goed. Waar halen jullie de inspiratie vandaan om collectie te halen of zeg maar dan de kleding te halen? Nou, we kopen het dus ergens in en eigenlijk als we het zelf leuk vinden, dan kopen we het gewoon. Het is niet zo van, oh, Velvet is nu in, dus we kopen alleen maar Velvet dingen. Ja, precies. Als wij iets anders leuk vinden, als wij ruitjes leuk vinden, kopen wij ruitjes. Als wij streepjes leuk vinden, kopen wij streepjes. Ja, natuurlijk is het best wel lastig qua wat erin komt bijvoorbeeld. We weten niet wat er in de zomer weer een hele trend gaat worden. Nee. Dus dat is ook wel lastig. Maar dat zien we gewoon. Zeg maar, als we daar komen, laat ons gewoon een beetje inspireren wat wij leuk vinden. Een meisje vroeg ook of er nog. Een meisje vroeg ook of er nog meer flarebroeken komen. Maar, ik hoop het wel. Ik hou heel erg van flarebroeken. Ik ook. Dus vast wel. Waarschijnlijk wel, ja. Maar ook gewoon dat die nu helemaal in zijn. Weet, kijk, ze waren natuurlijk al in. Hoe beschrijven jullie je kledingstijl? Eén make-up stijl staat er ook. Nou, make-up stijl heel basic. Ja. Klinkstijl heel. Ja, ik weet dat dus ook niet. Ik weet niet hoe je dat noemt. Idee. Ik denk gewoon, ik ben soms gewoon een beetje. Ik zie er altijd wel gewoon. Nou, niet zeg maar heel chic, maar wel altijd gewoon dat ik representatief ben. Hoe noem je dat? Ik weet echt niet hoe mijn klinkstijl is. Alledaags. Alledaags. Ik weet het niet. Nou, ik zou mezelf echt niet kunnen omschrijven. Ik draag alles. Ik ook wel eigenlijk. Ik draag alleen geen blouses. Oh, dat draag ik wel. Soms. Wel minder dan eerst. Eerst droeg ik echt elke dag een blouse. Ja.
Nu draag ik ook al heel veel truien en zo en shortjes. Maar... Ja, want het is ook verschillend. Want in de winter draag je weer hele andere kleren dan in de zomer. Ik hou echt veel meer van de zomer eigenlijk qua kleding. Mm. Want je kan zulke leuke broekjes en rokjes aan en zo. En in de winter is het vaak gewoon een lange broek met een trui of zo. Mm-hmm. Omdat het is gewoon te koud voor een shirtje of een rokje of iets. Ja, dat klopt zeker. Dus ik heb geen idee hoe dat moet omschrijven. Nee, ik ook niet eigenlijk. Waarom is het zo duur? Is eigenlijk een hele serieuze vraag, zegt dat meisje. Want ze zet er lachbobbetje achter. Nou ja, zeg maar, het is niet dat wij het bij de Primark vandaan halen. En het ligt er zeg maar ook aan, kijk, de ene die heeft meer inkomen dan de ander. Dus ik denk dat het daar ook aan ligt of het duur is. Nou, dat denk ik niet per se. Maar kijk, het is geen Primark kwaliteit. Het is wel beter dan dat. En Primark is gewoon rete goedkoop. Ja, daar kan niemand tegen om. Ja. Maar wij kopen het ook in. En daaroverheen gaat een marge. Dus wij mogen sowieso niet onder een bepaald bedrag verkopen. Dat mag gewoon niet. Nee. Dus ja. Tuurlijk is het voor iedereen is duur een ander woord. Maar kijk, zoals Primark zal het nooit worden. Want Primark is gewoon rete goedkoop. Ja, precies. Een sokken voor €3. Ja, we hebben het sowieso gewoon zo goedkoop mogelijk proberen te maken. Maar we moeten er zelf natuurlijk ook aan verdienen. Het is... Ja, eerlijk is eerlijk. Mm-hmm. We kopen het wel in en zo. En we doen er wel leuk over. Maar we willen er zelf natuurlijk ook liefst gewoon aan verdienen. Wij willen hier ook straks onze vakantie van kunnen betalen. Yeah. Ja, weet je. Als wij alles voor een trolletje gaan verkopen, dan maken we alleen maar verlies. Ja. Dan heeft het geen nut. Nee. Dus, dat. Maar het is wel een goede vraag. Ja. Wat voor stappen moet je doen voordat je een eigen merk begint? Nou, je moet natuurlijk best wel veel stappen doen. Fleur en ik hebben, wij hebben het eigenlijk best wel snel opgezet. Want in oktober, toen begonnen we er een beetje aan. En in december is het al opgezet. Dus eigenlijk 1,5 maand hebben we erover gedaan. Maar je moet natuurlijk... Maar we hadden wel een beetje stress hoor, die laatste twee weken. Ja, dat was niet normaal. Maar je moet natuurlijk inkopen doen. Je moet een website hebben. KVK-nummer. KVK-nummer. Je moet nog dingen inkopen voor je, zeg maar... Verzenden en dat soort dingen. Een website maken. Je moet zorgen dat, zeg maar, dat mensen iets bestellen. Dat jij het op je rekening krijgt. Dat je het binnenkrijgt, zeg maar. Ja. Dat lopende bandje, zeg maar. Het is wel echt heel werk. We moeten natuurlijk... eerst wisten we nog helemaal niet, zeg maar, waar we de kleding zouden laten. Qua opslag, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, het is gewoon best wel veel tijd. En je moet natuurlijk allebei ook nog tijd hebben. We hebben allebei school gewoon nog 5 dagen in de week. Dus je moet ook weer tijd vinden om dat allemaal te gaan doen. Dus je moet best wel veel vooraf doen. Maar het is bij ons gelukkig allemaal goed gekomen. komen er nog meer kleren? Ja, zeker. Heel veel leuke. Wat is een droom van jullie wat jullie heel erg graag willen bereiken met Vlot? Nou, natuurlijk dat het heel erg groot is. Maar ik hoop echt dat het qua geld ook dat ik mezelf er gewoon mee kan onderhouden. En dat ik gewoon... Mij lijkt een pandje gewoon echt heel... Zeg maar, dat is gewoon een soort van bewijs van dat het goed loopt. Mm. Weet je, als het niet goed loopt, zou je ook geen pandje kunnen kopen. Ja, want voor een pandje moet je ook betalen. Ja, je moet gewoon huur hebben en dat soort dingen. Mij lijkt het heel erg gaaf, zeg maar, als we bijvoorbeeld dan Vlot hebben. Als je dan een pandje hebt en dan hebben we een deel van Vlot. En dan misschien een klein soort cafeetje-achtig met bagels of dat soort iets. Broodjes. En dan misschien... En bijvoorbeeld een hoek of zo waar je dan je nagels kan laten doen of dat soort dingen. Dat lijkt me heel vet om te hebben. Zouden jullie zelf ooit de kleren ontwerpen? Nou, ik zou het wel heel gaaf vinden als ik dat zou kunnen. Maar voor nu is dat gewoon heel erg druk. En ik weet ook niet of ik daar heel handig in ben. Nee, het zou me wel heel leuk lijken. Om zelf dingen te ontwerpen en zo. Ja. Echt heel veel dezelfde vragen. Dat is echt niet normaal. Wil ik eens bij mij kijken? Ja. Ik denk dat daar ook wel een beetje dezelfde vragen zitten. Oh, hier. Willen jullie ook futurings dingen doen? Met merkjes, net zoals Naked en Anna Nushen. Nou, het lijkt me dus wel heel erg gaaf. Nou ja, dus met Romee Strijd. En mij lijkt het ook wel heel erg gaaf, bijvoorbeeld, dat is wel heel ver zelfs voor mij, Monica Geuze, bijvoorbeeld, lijkt me echt top. Of dan die Iris Amber, lijkt me echt zo leuk. Want ik vind haar zo'n leuke stijl hebben, dan mijn kleurtjes en gewoon ja, of die top. Lizzie, weet je? Ja, Lizzie van het Licht. Nee, Lizzie Peridoen. Oh, Lizzie, ja, zij is ook top. Oh, hier, komen er nog nieuwe producten, zoals scrunches, haarbanden of zoiets? Ik moet hoesten. Dat weet ik niet. Ik denk omdat er nu zoveel bedrijven van die scrunchies hebben. Op een gegeven moment, kijk, nu ben je al een beetje op het einde van die trend. In het begin was het helemaal scrunchies. En was bij iedereen was het niet meer op voorraad en dat soort dingen. Maar ik denk dat je nu een beetje daar, gewoon nu heeft iedereen het al. Bij ons gaat het gewoon voornamelijk om kleding. Ja. En dan misschien tassen erbij. Ja. Maar ik weet niet, het is niet dat ik denk, ah, oh, scrunchies, oh ja. Ja. Zeg maar, ik heb ze wel thuis en zo, maar ik zou ze niet zelf per se hoeven verkopen. En ik draag ze, ik heb ze zelf niet eens. Ja, ik heb het even van 10 of zo. Ja.
Dus ja, nee, ik denk niet dat dat er nog gaat komen. Maar bijvoorbeeld tas of iets, dat wel. Welk kledingstuk zou jij zeker aanraden? Nou, je bent nu, terwijl je dit kijkt, wel een beetje laat. Maar ik had zeker het jurkje aangeraden. Maar nu, die zijn bijna op. De nieuwe collectie komt nog. Eind januari. Eind januari. En ik weet niet, we willen niet zeg maar alles doorgeven van wat er nieuw komt. Oh, deze is leuk, deze vraag. Wat vinden jullie vriendjes van Vlot? Dat is zo leuk. Je vindt het heel leuk. Ja, Miel ook. Ja. Je was wel een beetje bang, zeg maar, omdat het natuurlijk en op school zit en eigen werk, dat het zeg maar best wel veel werd, omdat het heel veel geregeld was. Want ik was op een tijdje was ik ook echt best wel moe. Maar hij vindt het super leuk. Hij vindt het echt heel leuk dat, dat wij ons eigen ding hebben. En dat het ook zo goed met ons tweeën loopt. En je vindt het ook leuk dat wij elkaar kennen. En hij kent jou ook, dus hij weet gewoon dat het goed komt. Ja, Miel had wel, zeg maar, Miel zelf ook best wel ondernemend type. Dus hij gaf ons heel veel tips. Ja. Soms ook dat ik dacht, ik kom het ook op onze eigen manier. Nee, maar ik vind het juist wel heel erg leuk. En dat gewoon, ja, het loopt gewoon, ja, goed gewoon. Ja, het loopt gewoon goed. Dus daar zijn we heel dankbaar voor, dat het zo goed loopt. Maar ja, ons vriendje vindt het hartstikke leuk. En ik vind het ook gewoon grappig dat wij met z'n, we kennen elkaar ook allemaal. Kijk, stel bijvoorbeeld... Miel kent Jip, ja. Jip kent Miel, wij kennen... Ook ik ken Jip, jij kent Miel. Het is gewoon een soort Monica Geuze en Daniek. Ja, die kennen elkaar ook allemaal. Gaan binnenkort naar New York, joh, met z'n vieren. Nou, niet dat het kost op een vlot, hoor. Nee, dan moet nog iets groeien. Komt er ook een sale? Ja, er komt zeker een sale. Want een nieuwe collectie komt natuurlijk binnen. En we hebben nog een aantal kerstspulletjes. Dus die gaan dan de sale in. Zoals de Glitter Flare. Ja. Glitter jurkje. Die glitter top als die er ja, is. Ja, de body die kan, gaat ook in de sale. En... Best wel veel items. Ja. Maar dat is pas als de nieuwe collectie online staat. Dus als je dat in de gaten houdt, komt dus ook de sale. Wat willen jullie graag nog bereiken voor 2019 met Vlot? Dus dat is binnen nu en een week. Nou, ik had heel erg gehoopt dat we zeg maar binnen nu, voor 2019, de 5000k op Insta hadden. Moeten we er nog 300? Ja. Dus? Deze video komt morgen online, hè? Echt? Ja. Dus ga allemaal even naar je vrienden, opa, oma, buren, tantes, maakt niet uit. Vraag of ze ons willen volgen. Ja, vraag of ze even abonneren, dat zou echt top zijn. En ik denk, ik weet niet of we dat gaan doen, maar ik denk het wel, een winactie of zo. Dat zou echt leuk zijn. Hoe duur is de kleding gemiddeld? Nou, dat kan je natuurlijk op de website zien. Maar ik vind een beetje H&M prijzen. Ja. Denk ik. Ja, het is niet te duur, het is ook niet te goedkoop. Want ja, we willen ook niet, zeg maar... Beetje H&M Bershka prijzen. Ja, ik denk zoiets. Natuurlijk zijn de ene items wat duurder. Maar dat is met kerst en zo, dat is logisch. Maar denk inderdaad H&M Bershka. Ja. Ja, of zeg maar de TRF van de Zara lijn, weet je, een beetje die. Ja, precies, ja. Ja, daar goedkope Zara kant. Ja, ik denk dat dat een beetje, ja. Kan je uit het buitenland ook bestellen? Nou, alleen België voor nu. Ja. Omdat wij vooral gewoon best wel veel Nederlandse en Belgische volgers hebben. Dus voor nu is eigenlijk dat de enige twee landen waar je kan bestellen. Ja, en wat het ook is, stel je woont bijvoorbeeld in Amerika of iets dergelijks, dan krijg je zoveel douanekosten. Douanekosten zo erop. Dus dat is gewoon best wel duur en dan wordt het nog duurder. Dus voor nu hebben we dat nog niet. Maar als we groter zijn, gaan we dat misschien wel. Dat lijkt me wel gaaf. Hoeveel verdien je ermee? Nou, wel redelijk. Als je die allemaal gaat kopen. Zeg maar, de eerste paar maanden heb je natuurlijk nog niet echt winst. Want je investeert natuurlijk heel veel. Ik bedoel, het inkopen en dat soort dingen is ook niet heel goedkoop. Dus dan moet je ook allemaal investeren. Ja. Gaan jullie hoodies verkopen? XX love jullie. Ja, misschien. Hoe lang duurt de verzending? De verzending duurt meestal 3 tot 4 werkdagen. Maar bijvoorbeeld afgelopen week was natuurlijk kerst. Dus, ja, dus dan feestdagen tellen niet mee. Omdat ja, wij vieren zelf natuurlijk ook gewoon kerst. Ja. Dus. En ook omdat nu met PostNL heeft dat gewoon heel erg druk met al die dingen. Dus kan het ook zijn dat het bij PostNL gewoon niet lukt om op tijd te bezorgen. Ja. Dus kan het bijvoorbeeld ook een week duren of misschien wel langer. Helaas. Gaan jullie ook een giveaway doen? Mm-hmm. Of niet? Mm-hmm. Mm-hmm. Ik ben 1,60. Dus redelijk smal. Pas ik in de kleinste maten. Nou, Fleur is natuurlijk ook best wel klein. Ik ben ook 1,60. En jij past ook best wel veel. Maar het is gewoon best wel lastig. Want waar wij zeg maar inkopen, heb je gewoon bepaalde maten. Dus bij sommige kledingstukken die we heel erg leuk voor van de Flairbroek, heb je geen XS of een XXS. Dus dat vind ik heel erg jammer. Ja, ik paste de Flairbroek ook niet. Nee. Maar bijvoorbeeld het jurkje en de leren legging en de trui en de jas en alles past ja, ik wel gewoon een S wel. Van. Dus, en ook een tip, ja. Zeg maar, bijvoorbeeld als we straks in de toekomst zeg maar meer flarebroeken hebben die wat langer zijn. Zou je ze bijvoorbeeld ook gewoon kunnen inkorten bij de... Turk. Liever veel producten of weinig? Nou, liever veel. Ja. Lijkt me ook logisch. Welk kledingstuk wordt het meest verkocht? Jurkje sowieso. De glitterjurk. Ja. Het jurkje en
de leren leggings. Ja, de ook. Zwarte legging die was ook heel snel uitverkocht. Dat was echt niet normaal. Ik had eigenlijk echt oprecht verwacht dat de glitterflare als eerst uitverkocht zou zijn. Ja. Maar dat is niet zo. Dat was het jurkje. Ja. Dat jurkje was gewoon... booming. Booming. Oh, wacht. Nee, dit is de allerlaatste vraag. Wil je al lang een eigen kledingmerkje oprichten? Ja, ik wel al heel lang. Ja, ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Maar toen Fleur zei, dacht ik, ja, dat ga ik doen. Dat doen we. Ja. Nee, ik wil het echt al heel lang. Maar, weet je, heel vaak heb je toch gewoon dingen die je wilt doen en dan komt het er niet van. Ja, precies. Dat vind ik ook leuk, zeg maar. Heel vaak bedenk je bijvoorbeeld dingetjes of wil je dan iets doen of bla bla bla. En dan komt het er niet van. Maar ik vind het wel echt leuk dat we vlot hebben doorgezet. En dat het nu gewoon online staat en alles is gewoon geregeld. En ja, het gaat gewoon supergoed. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Oké, dit was het einde van deze video. Heb je nou nog andere vragen over vlot die... niet in deze video zijn beantwoord, kan je ze in de reacties achterlaten. En dan zitten we nog wel een keertje in deel 2 hiervan doen of zo. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer! Ja, en ga naar onze Instagram account en volg ons. Ja. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En doei! Doei!